Goedemiddag, dus we gaan starten met een kleine poll. Die staat normaal gezien nu op jullie scherm. Waarbij je kan aangeven in welk onderwijsniveau je werkzaam bent. Dat geeft voor ons de mogelijkheid om ook voorbeelden te geven naar gelang wie dat er aan de andere kant zit. En terwijl dat jullie aan het stemmen zijn, gaan we ons ook al kort voorstellen. Dus ik ben Katrien, ik werk voor Toonnet, technologie ondersteund levenslang leren. En ik zal jullie door deze sessie leiden. Collega's Davy en Lien zijn aanwezig om jullie vragen te beantwoorden in de Q&A. En samen met Inge Donkervoort, waar we al heel veel webinars mee gedaan hebben, gaan wij de presentatie verzorgen. Dus Inge werkt voor D-Learning in Nederland. Dan heb je een zicht wie dat er achter de knopjes zit. Ondertussen hebben jullie tijd gehad om mee te geven waar dat jullie werkzaam zijn. En dan zien we een aantal mensen uit het lager onderwijs, een aantal uit het secundair, een aantal mensen uit de leraaropleiding, studenten en ook mensen die binnen de leraaropleiding lesgeven. En anderen, dus dat kan ook uit andere bedrijven, organisaties zijn die deelnemen. Oké, dan gaan we proberen rekening te houden tijdens het komende uurtje. We hebben de titel gegeven online leren, geen goed idee of een goed idee. Ik hoop dat jullie op het einde vinden dat online leren een goed idee is. Maar de laatste weken tijdens de coronacrisis is er toch wel heel wat veranderd. En iedereen is beginnen pre-teachen, aanloop leren, volledig op afstand. Dan denk ik vooral aan het volwassenenonderwijs. En men is daar zomaar mee begonnen zonder eigenlijk naar het didactische te zien. Dus vandaag gaan we stilstaan bij het Community of Inquiry model, waar dat in het midden staat, en dat zie je hier ook, Educational Experience, dus het optimale leerervaring bezorgen aan uw leerlingen of aan uw studenten. Daar gaat het eigenlijk om. En je ziet in dat model dat daar heel wat benoemd staat, hè, zoals social presence, zoals setting climate, teaching presence, selecting content, supporting discourse en cognitive presence. Er zijn heel veel zaken bij. Wel, we gaan die allemaal overlopen en terugkaderen en zeggen van ja, zo en zo kan je daar aan werken om toch die optimale leerervaring bij leerlingen en studenten te bekomen. Anderzijds, het tweede stukje, en dat zal Inge voor haar rekening nemen, gaat erom van hoe organiseer je live sessies. We krijgen ook heel veel vragen rond van hoe kan je ermee om, welke soorten software zijn er, videobellen, maar ook webinarsoftware. Dus dan gaan we daar ook voor een groot stuk op ingaan. Maar laten we beginnen bij Community of Inquiry model, of COI model, wordt het ook al eens genoemd. Zoals er juist al aangehaald, is dat in het midden. We gaan ervoor voor die optimale leerervaring te bekomen online bij leerlingen en bij cursisten. Hoe gaan we dat doen? We gaan dat doen met te werken aan social presence. En je merkt al, ik heb telkens de fotootjes eronder gezet, dat daar bij social presence vier dingen belangrijk zijn. Leerklimaat, communicatie, vertrouwen en verbondenheid. En dat is een hele belangrijke, dat je dat kan doen als je online gaat. En dat voordeel hadden we bij de coronacrisis. Dat de klasgroep elkaar eigenlijk al fysiek kende. Hè, dat het geen vreemden voor elkaar waren als dat plots allemaal online moest zijn. Dus er was eigenlijk een veilig leerklimaat, want de klas kende elkaar. Ze wisten van, oké, dat zijn de vriendjes in de klas. En daar kom ik goed mee overeen. Dus als ik hier iets ga op het platform posten, dan zit dat in een veilige omgeving. Ja. Dus dat is een hele belangrijke, dat dat toch wel aan bod kwam, of dat daar rekening mee gehouden wordt bij het online leren. En dat hadden we al voor een heel stuk kunnen bekomen door dat leerlingen elkaar al kenden van bij het begin van het schooljaar. Ja. Wat hoort daar bijvoorbeeld ook bij? Communicatie. Hoe ga je gaan communiceren met leerlingen? Dat ze weten via welke weg dat gaat komen. En belangrijk bij heel die optimale leerervaring is ook dat je hen één bepaalde toegangspoort aanreikt. Dat je zegt van via die weg gaan wij alle communicatie, en dan denk ik niet alleen aan het communiceren live, maar dan denk ik ook aan
Het geven van opdrachten, het geven van takenblaadjes en zo verder, dat via ene weg gaat en dat je daar als school een keuze hebt gemaakt of als leerkracht, dat de school dat nog niet had. Hè. Bij heel veel scholen is dat bijvoorbeeld Smart School als toegangspoort waarbij dat je die veilige omgeving gaat maken. Een tweede belangrijk component is die cognitive presence. En daar zit in, wat kan je, en daar ga ik straks veel dieper op in als nu, wat kan je in dat online leren, in dat afstandsleren, allemaal gaan aanreiken. Hè? Je kan gaan voor een kennisconstructie. Ja. Je kan gaan voor leerlingen actief te betrekken. Een dialoog. En voor reflectie. Hoe dat we dat gaan doen, komen we straks op terug. Bij, en dan koppelen we daar ook een aantal tools aan die dat kunnen mee verwezenlijken. Maar dat is een belangrijke bij het tweede grote luik, cognitive presence. Uiteraard is teaching presence ook een zeer belangrijke, die aanwezigheid van die leraar. Hè. Iedereen was gewoon voor coronatijden naar de klas te gaan, bepaalde uren. En dan denk ik aan lagere school, hè, tussen 8:30 en meestal 3:30, 4:00. In het secundair ook, in het volwassen onderwijs was dat meestal de avond, hè, dat men naar school ging. Dus men was gewoon van, ik weet op welk moment dat ik mijn leraar zie. En dat die aanwezig is, dat ik vragen kan stellen als het nodig is. Nu, bij online leren, is het ook zeer belangrijk dat je als leerkracht toch wel aanwezig bent. Hè, dat de leerlingen weten, oké, ik heb een vraag. Dat is de manier om die vraag te stellen. En mijn leraar gaat dat toch wel bekijken en mij een antwoord geven. Ook de rol van de leraar, die wisselt nu op dit moment dikwijls naar een coachende rol. Hè. Dus de rol van het uitleggen via instructiefilmpjes, maar dan is de leraar afwezig in die zin. Hè. Ze hebben die filmpjes vooraf gemaakt, zijn er niet bij als leerlingen dat bekijken, maar je gaat wel die coachende rol opnemen. Hè. En je gaat ook online het begeleiden, het sturen van die processen ook meedoen. Dus het is niet zo, wat we heel dikwijls horen, is ja, bij online leren is die leerkracht niet meer nodig. Jawel, is zeer belangrijk dat die aanwezigheid er is, dat die leerlingen weten van ik kan mijn leraar bereiken. Maar dat ze ook weten, dat er afspraken zijn gemaakt, wanneer kan ik op mijn vraag een antwoord krijgen en via welke weg moet ik die vraag gaan stellen. Dat zit ook bij die teaching presence bij. Een veilige leeromgeving is daar ook een zeer belangrijk doel bij. Ja, dat je daar ook een keuze maakt en niet begint met 20 tools te gaan selecteren en met 20 tools aan de slag te gaan, waar leerlingen vandaag met die tool en morgen met nog een andere en volgende week nog eens iets anders. Probeer dat ook te beperken. Ja. En daar is ook een ICT-beleid zeer belangrijk rond van op schoolniveau dan, van welke tools gaan wij gebruiken en welke tools niet. En als dat er niet is, dat je als leerkracht ook wel kiest voor een beperkt aantal tools te gaan starten binnen die toegangspoort van Smart School of een andere leeromgeving, maar dat je dan ook kiest voor tools, bewust kiest voor tools. Ja? Daar kom ik straks ook uitgebreider op terug, maar dat dat ook voor hen een vertrouwde omgeving gaat zijn. Zorg voor interactie, discussie en interactie, hoe dat je dat gaat doen, dat die discussie en interactie kan ook lopen via een forum bijvoorbeeld op een leeromgeving, maar dat daar toch wel ruimte voor is. Belangrijk is ook als leerkracht dat je het materiaal gaat selecteren. En niet alleen het materiaal gaat selecteren, maar dat je dus daar ook gaat kijken van wat bestaat er al, wat moet ik nog gaan maken? Is dat duidelijk? Is dat toegankelijk? Zijn er... Kan ik dat gewoon aanbieden zonder nog eens een extra login en paswoord? Hè? Dat is ook een hele belangrijke daarmee om rekening te houden om uiteindelijk die optimale leerervaring te benaderen. Als je gaat starten, ga je ook starten met een onderwijseenheid. En dat is een samenhangend geheel. Je gaat dat niet ineens uitwerken voor een volledige vak hè, op jaarbasis. Dat lukt niet. Dat zal je ondertussen ook wel gemerkt hebben. Dat dat dikwijls in kleine stukjes is dat je dat beschikbaar stelt. Dat je dat ook gaat ontwerpen van wat ga ik aanbieden met deze leerdoelen. Je vertrekt vanuit het ontwerp of ontwerpen van een onderwijseenheid. Vervolgens ga je ook kijken wat is er geschikt en wat is er niet geschikt voor online leren. Ja, niet alles kan in online leren. Bijvoorbeeld als je een leerkracht praktijkvakken bent, dan ga je heel goed moeten kijken van wat zou ik nu kunnen aanbieden in die pre-teaching
fase en wat kan ik absoluut niet, want dat moet op school gebeuren. We hebben werkmachines nodig. We hebben die zaken heeft een leerling thuis niet, dus dat kan ik niet aanbieden in online. Daarvoor richten we ons ook op de taxonomie van Bloom. Voor de mensen die lesgeven in de eerste graad secundair onderwijs, die kennen daar alles al van, denk ik. Die is een jaar geleden geïntroduceerd, taxonomie van Bloom, en is ook de bedoeling naar de tweede graad, derde graad uit te breiden. Maar daar kan je dus wel heel mooi gaan zien van, ja, waar ga ik op werken, wat is geschikt voor het afstandsonderwijs en wat niet. Vervolgens, als je leerdoelen bepaald hebt en je weet, dat onderwerp, die leerdoelen wil ik halen, ik wil die stappen in de taxonomie van Bloom gaan aanreiken, dan gaan we kijken van, ja, welke onderwijsactiviteiten kunnen we inzetten in online leren of pre-teaching. En dat zijn er eigenlijk zes. We kunnen introductie en uitleg gaan geven, we kunnen gaan samenwerken, we kunnen zelfstandig aan de slag laten gaan, individueel of groepsbegeleiding en formatieve toetsen. Ja. Bijvoorbeeld rond formatieve toetsen hebben we ook al een webinar georganiseerd. Dus daar gaan we vandaag iets minder op ingaan. De andere gaan we wel zo dadelijk uitgebreider aan bod laten komen. Maar die zes activiteiten kunnen in pre-teaching. Enkele tips daarvoor, voordat we de stap maken naar welke tools, zijn ook dat je best als leerkracht rekening houdt dat je beschikbaar of benaderbaar bent. Dat je afspraken maakt van, ik ben op die, als je een vraag indient, bijvoorbeeld via een forum of via mail of welke weg of via een bericht, dat ook leerlingen weten van, oké, ik beantwoord die vragen twee keer in de week, bijvoorbeeld. Of ik beantwoord elke morgen de vragen. Dat is heel belangrijk dat mensen weten van, oké, mijn leraar, en dan denk ik vooral secundair, heeft dat ook al door van, ja, mijn leerkracht is bereikbaar de lestijd. Hè. In het lager dan natuurlijk iets minder, omdat ze gewoon zijn van de juf of de meester een hele dag te hebben. Maar spreek dat wel af. Hè. Spreek dat ook af met ouders in het lager onderwijs, dat ze, als ze vragen hebben, dat je bijvoorbeeld zegt van, ik antwoord één keer per dag mijn mails. Hè. Als je dat niet doet, mensen verwachten heel snel dat je alle minuut gaat bereikbaar zijn. Hè. Dus baken dat heel goed af voor jezelf. Geef feedback, constructieve feedback. Zet ook je materialen dat er nodig zijn voor de pre-teachingles op voorhand klaar en test die alles uit, dat alles wel werkt. Hè. Niets is zo vervelend dat een leerling moet melden van, mevrouw of meneer, mijn link werkt niet, of die oefening gaat niet, of ik kan dat of dat niet. Probeer dat zelf uit te testen. De meeste leeromgevingen hebben die mogelijkheid om te wisselen van rol tussen leraar en leerling, dat je dat zelf alles kan snel kan kijken, maar werkt dit allemaal wel? Ja. Ik denk dat voor de rest zaken zijn die ook klassikaal zeker aan bod komen. Dus vooral de laatste, doe zoals je in de klas doet. Ik denk dat dat een hele belangrijke is in het online gegeven. Ja, dan komen we bij die leermaterialen. Hè. Belangrijk is dat dat gevarieerde materialen zijn. En daar bedoelen we mee, gebruik filmpjes, gebruik online oefeningen, gebruik websites. Dat kan alles zijn dat je zegt van lees in uw boek of lees deze pdf, maar probeer toch wel variatie te, aan te bieden naar leerlingen toe, want ze hebben ook die nood. Als je altijd moet lezen, dan gaan ze dat een duur saai vinden en gaan ze het ook niet meer doen. Dus probeer daar toch wel een wisselwerking in te krijgen. Uiteraard komen we dan bij de tools en de hulpmiddelen. En ik heb ze hier onderaan eventjes in een foto gezet. Het Eltoon College heeft dat in Nederland heel mooi samengevat. Van het moment dat je kiest voor instructie en uitleg, ja, hoe kan je dat allemaal gaan doen? Wel, je kan dat gaan doen met filmpjes, video's lessen te laten zien. Filmpjes die dat je eventueel op YouTube vindt of op Vimeo vindt. Of elders ergens vindt. Je kan ze ook zelf gaan maken, je filmpjes. Je kan het gaan doen met PowerPoint. Met slides, Google Slides dan, met Prezi. Het zijn allemaal presentatiesoftware. Maar meestal heb je al wel een PowerPoint of dergelijke dat je normaal klassikaal gebruikt. Die kan je perfect ook in het afstandsleren bieden. En bij PowerPoint, Prezi en Google Slides kan je je stem bij opnemen. En dan heb je eigenlijk een filmpje dat je beschikbaar stelt. Je kan je scherm opnemen. We hebben daar drie mogelijkheden staan van software, maar er zijn er zoveel meer. Ja. Wij kijken altijd naar een gratis alternatief van software.
Let daar ook op als je nu software kiest en is op dit moment gratis, dat die ook gratis blijft naar de toekomst toe. Als dat niet zo is, hou er dan rekening mee als je volgend jaar het opnieuw wilt gebruiken, dat je dan ook aan de licentiekost niet meer onderuit kan. We hebben hier opgesomd Screencast-O-Matic, is een tool om je scherm op te nemen die overal waar jij klikt een geel cirkeltje achterlaat, zodat leerlingen heel goed zien waar geklikt is. Het filmpje is tot 15 minuten. Kan je opnemen, maar beperk je filmpjes tot maximum 7, 8 minuten. Dat is echt lang. Screencastify is een andere tool die in de Google-browser als extra software wordt geïnstalleerd. Active Presenter is meer ook naar bewerking achteraf toe. Dus je kan er je scherm mee opnemen, maar ook achteraf kan je daar bijvoorbeeld annotaties pijlen bijzetten, tekst bijzetten, in- en uitzoomen. Dus die is iets meer qua mogelijkheden dan Screencast-O-Matic en Screencastify. Je hebt daar ook een betaalversie van, maar de gratis versie is voor onderwijs meer dan voldoende. Nearpod is een op basis van Google Slides of PowerPoint waarbij dat je vragen tussenschuift. Dus je hebt je PowerPoint of je Google Slides, je laat die op in Nearpod en je schuift daar een quizvraag tussen, een sleepvraag tussen en zo verder. En je kan die tijdens live sessies gebruiken, zodat leerlingen zelf, dat jij zegt van de volgorde en op het moment dat jij een interactieve pagina hebt toegevoegd, ziet de leerling dat ook op zijn scherm. Maar je kan het ook volledig op afstand geven dat de leerling zelf door de PowerPoint gaat. Dan heb je tools voor interactiviteit. Learning apps is zo een voorbeeld waarbij je allerlei digitale oefeningen kan maken. H5P is zo'n tool. Xerte is meer leerpaden. Daar kom ik straks ook uitgebreider op terug. En dan hebben we de animaties. Pountain, Doodly, Movly en Videoscribe. Dat zijn animatievideo's. Iedereen kent dat wel, dat daar mijn handje geschreven wordt bijvoorbeeld. Dat zijn meer de animerende video's. Voor samenwerken in groepen zijn er ook heel wat tools beschikbaar. Je kan samenwerken in Google Drive als je via de school Google Suite for Education hebt. Of via OneDrive als je Office 365 licenties hebt binnen de school, kan je ook leerlingen perfect laten samenwerken en ook opvolgen wie wat bijdraagt. Je hebt ook tools zoals Mentimeter die daarvoor kunnen gebruikt worden, maar let op, dat is anoniem, dus je weet niet welke leerling een bijdrage heeft gedaan. Je kan ook laten samenwerken in breakout ruimtes als de software, zoals bij live sessies, als die software die mogelijkheid heeft. Studenten komen samen in een live sessie en je gaat hen na bijvoorbeeld 10 minuten in kleinere groepjes opdelen. Ze gaan 10 minuten apart werken en komen dan terug in de grote groep. En een tool zoals TreeSeeder is een stemming tool. Dus je geeft een idee op en je kan pro en contras verzamelen. Dus ook op die manier kan er wel dan achteraf, als voorbereiding op een live sessie, zou dat ook heel mooi kunnen zijn. Wat mensen ook in groep al kunnen voorbereiden. Zelfstandig werken kan uiteraard door opdrachten in de sessie in te geven in de leeromgeving, dus dat je een uploadmap bijvoorbeeld voor Smart School is een uploadmap voor Moodle, is dat een opdracht laten inleveren, zijn PDF's, tekstdocumenten, Excel-documenten, al die zaken. Je kan ook zeggen van ja, we gaan chatten via de chatfunctie in de leeromgeving, maar ook WhatsApp-groepen, Facebook-groepen zijn daar mogelijk. En digitale oefeningen voor zelfstandig werk met learning apps. H5P en XERT hebben we er juist ook al genoemd. Daar gaan we straks ook iets dieper op ingaan. Ik zie ondertussen dat Sven vraagt welke gratis software bestaat er voor breakout rooms. Als je echt breakout rooms wilt gaan maken, is er eigenlijk maar één gratis software, die ik tenminste ken. En dat is BigBlueButton. Die hebben die mogelijkheid. Het is een open source tool voor webinars. Maar daar zal Inge straks waarschijnlijk nog wel iets meer over vertellen over die breakout rooms. Invullen begeleiding kan met heel veel zaken, zoals ik net zei, die BigBlueButton, waar op school serverniveau dat moet geïnstalleerd worden. Je kan dat niet zelf zomaar gaan doen. Maar je kan daar Skype voor gebruiken, je kan daar Google Meet voor gebruiken. Vitero is een opsomming, de mogelijkheid. MS Teams, Zoom, Praatbox, Jitsi Meet, WebEx en zo verder. Ik ga daar nu niet te veel op ingaan. Op dat begeleiden, Inge, komt er straks bij het stukje webinar veel uitgebreider op terug. Dus ik wil ook niet het gras voor haar voeten wegmaaien. En bij groepsbegeleiding zijn uiteraard al de vorige tools
belangrijk en dan kan je digitale feedback gaan geven. Voor toetsing zijn er ook heel wat mogelijkheden. Socrative, Kahoot, Padlet, XRT Learning Apps, HVFP, Google Formulieren, maar oh zoveel meer. Ik verwijs daarvoor heel graag naar onze vorige webinar rond formatief toetsen. Dan gaan we hier ook niet te fel op ingaan. Voor mensen die HVFP niet kennen, dit is een voorbeeldje, een video die op YouTube staat. En je merkt dat hier cirkeltjes staan. Een klein cirkeltje betekent van er is een tekst dat moet gelezen worden. De iets grotere cirkeltjes betekent er zijn interactieve oefeningen. Dus als ik het videotje start. We gaan heel even wachten. Voilà, hier komt een blauwe plus. Dan krijg ik een tekstvak. Ik moet dat gaan lezen. Ik sluit dat en ik kan verder kijken. Voilà, ik ben aan het kijken. Ik ben hier aan mijn eerste cirkeltje gekomen. Ik krijg een meerkeuzevraag. Als ik nu daar een antwoord kies, ik ga bijvoorbeeld nee antwoorden, krijg ik feedback, krijg ik ook te zien dat ik hier verder mag kijken. Ik zou ook kunnen instellen hebben dat ik niet verder mag kijken, maar dat ik terug moet kijken om die vraag juist te beantwoorden. Is die juist beantwoord dat ik dan verder mag gaan? Dit is nu een meerkeuzevraag, maar dat kan een invoeroefening zijn, dat kan een sleepoefening zijn, dat kan een samenvattende oefening zijn. Dat kan heel veel vormen aannemen. Maar je vertrekt dus steeds van een video ofwel van jezelf, ofwel een video die op YouTube of Vimeo staat. En dat is een mooie toepassing voor eventueel video. Het voordeel hiervan is ook dat leerlingen het gaan uitkijken doordat er oefeningen in staan en je telkens kan inzetten van men mag verder of men mag niet verder als het niet juist is. Gaan zij geneigder zijn, ook al is dat video dan 8 minuten om het uit te kijken. Plus ze gaan ook veel beter de inhoud van dat videotje doorhebben en verwerkt hebben door die vragen ertussenin te hebben. Ik wil daar iets verder op ingaan. Ik ga starten met H5P. H5P is een Noorse tool die door Jobel wordt gemaakt en door NLDA. En NLDA is een Noorse tegenhanger van Klassement. En zij hebben dus heel veel uitbreidmogelijkheden, worden gemiddeld een 3-4 nieuwe mogelijkheden toegepast op het schooljaar, minimum. Is beschikbaar in verschillende talen. Kan goed samenwerken met Moodle, met Drupal en met WordPress. Dus je kan dat eventueel zelf installeren. Je moet wel de updates heel regelmatig doen. Dat is misschien een nadeel dat ik nog niet heb opgesomd. Je kan dat op eigen server installeren, maar dat hoeft ook niet. Via Klassement of via Tolnet moet ik eigenlijk zeggen. Via de website tol-net.me kan je zelf aan de slag gaan met H5P. Gratis. En mocht je problemen hebben, is er ook technische ondersteuning voor voorzien. Er is ook de website hvfp.org en dan moet je een beetje opletten. De org, daar kan je testen, hetzelfde als bij Tolnet. Maar je hebt ook de SaaS-oplossing van hvfp, waar heel veel mensen terechtkomen. En waarbij dat het na 15 dagen stopt en dan je moet betalen. Dus dat is wel iets waar je moet rekening mee houden. Vandaar ook dat we het hier hebben opgenomen om te laten weten dat er voor Vlaanderen een oplossing is op Vlaams niveau binnen de Vlaamse overheid. We hebben wel een beperking van 40 megabyte per filmpje moeten instellen. Server is geen videoserver, maar een digitale leermiddelenserver. Daar straks is ook XRT genoemd. XRT is een open source tool voor leerpaden. De bedoeling is dat dat voor zelfstandig werkt, dat er niet alleen digitale oefeningen in zitten, maar dat er eigenlijk een combinatie is van tekst, video, audio, fotomateriaal en interactieve oefeningen. Dat je eigenlijk via één pakketje aan de leerlingen een totaal inhoud geeft, waarbij dat zij een half uur, 2 uur, 3 uur mee bezig gaan zijn om de inhoud te verwerken. Ook dat wordt aangeboden via de Vlaamse overheid, via Tolnet, voor alle leraren in Vlaanderen. Gratis nu, maar blijft ook gratis, met ook ondersteuning.
Het is open source en de bedoeling, zij hebben ook 2 updates minimum per jaar. Dus het is een vrij actieve community achter. Vandaar ook dat het zeer fel wordt uitgebreid. Uiteraard tot Nederlandstalig. En heb je bijvoorbeeld SmartCall, kan je ook een resultatenpagina op het einde van je leerpad stoppen, waar resultaten van de leerlingen worden opgenomen en die sturen ze door, uploaden ze via de uploadzone. En heb je een idee van wat hebben ze nu eigenlijk effectief gedaan. Ook daar zit die beperking van 40 megabyte op voor video. Nogmaals, het is niet de bedoeling om daar een stockage van video's op te gaan maken. Nu zijn er heel veel tools gepasseerd. Dus we hebben die ook samengebracht in een menukaart. Die vertrekt van het soorten leerdoel. Dus je ziet hier bijvoorbeeld feitelijke kennis. Je gaat dan kijken naar het soort werkvorm. Op afstand, synchroon betekent voor alle leerlingen op het gelijk dezelfde moment. Of asynchroon op verschillende momenten. En als je doorgaat naar het laatste kolommetje, krijg je daar ook een aantal voorbeeldtools te zien waarmee je dat zou kunnen doen. Maar ook daar, we weten dat dat beperkend is. Dat we niet alle mogelijke zaken daar hebben opgezet. Dat was ook niet ons doel. We gingen voorbeelden geven. En op sommige zit een handje op, dat betekent dat daar gelinkt is naar een handleiding op klassement of een stappenplan waarmee je eenvoudig aan de slag kan gaan. Hetzelfde hebben we ook gedaan met een gids voor afstandsleren, waarmee dat we tips geven voor jou als leerkracht, voor jou als onderwijsteam, ga je verder. Tips in verband met het rooster voor pre-teaching. Hoeveel tijd mogen we invullen voor leerlingen? Er was gezegd een 4 uur per dag. Hoe ga je dat indelen? Hoe lang mogen live sessies zijn? En zo verder. Staat hier ook allemaal in beschreven. En een checklist voor wat is nu de ideale afstandsles. Dan nog enkele tips bij vormgeving. Als je gaat werken met digitale leermiddelen, let op met de hoeveelheid tekst. Als je op een scherm moet lezen, is dat niet zo evident tekst lezen. Dus maakt het ook dikwijls heel erg onoverzichtelijk als je veel tekst, dus verdeel dat over meerdere schermen. Zit er niet mee in, zoals hier, dat er maar 2 regeltjes tekst staan. Ga er ook geen afbeelding bij zetten om een afbeelding. Dat is ook niet de bedoeling. Maar spreid uw hoeveelheid tekst over meerdere pagina's. Dat nodigt echt wel uit tot lezen. Schrijf ook uw teksten in een actieve vorm. Is ook weer naar het activeren van leerlingen, dat ze iets gaan doen met de inhouden. Een lettergrootte van 14 punt wordt aangeraden. Dus 14 px als je bijvoorbeeld in Word gaat kijken, of pt liever. Dan ga je ook beter, dat gaat, voorkomt al sowieso dat je heel lange teksten gaat hebben, want 14 punt is dat iets groter dan je normaal bent om mee te werken. Maar ook naar digitaalheid is dat toch wel een betere grootte. Beperk ook je kleurgebruik. Zeer belangrijk. Je gaat er geen kleurboek van maken, maar gebruik eerder vet en de combinatie vet en cursief. En ga ook voor korte zinnen. Kort en krachtig. Dus dat is ook een hele belangrijke. Schraap overbodige woorden in zinnen. Lange zinnen, deel ze op in 2. Plaatsverbindingswoorden, dat zijn van die tips dat we toch wel kunnen meegeven. En zoals ik er juist zei, een tekening of een afbeelding, gebruik die ook als die een bepaald doel heeft. Als die bijdraagt tot uw tekst, dat je zegt van oké, dit is iets dat erbij hoort. En ga niet zomaar een afbeelding plaatsen om er eentje te plaatsen, want dat is ook meer afleiding. En dan gaan leerlingen verbanden zoeken tussen uw tekst en uw afbeelding die er helemaal niet zijn. Dus dat is ook een zeer belangrijk. Al die tips hebben we ook samengevat in een pdf. Als jullie die presentatie straks vinden op klassement, kunnen jullie dit ook gaan afdrukken en naast je leggen als je materialen ontwikkelt, om daar toch wel rekening mee te houden. En dan geef ik nu het woord aan Inge, maar ik ga eerst nog stoppen dat er een poll komt voor jullie. Dankjewel, Katrien. Ik ga jou de muisaanwijzer geven, Inge. Momentje. Voilà, dat is nu bij deze gebeurd. Dus de vraag is, neem jezelf wel eens deel aan de webinar en organiseer jezelf wel eens een webinar. Dus dan kunnen jullie ondertussen al antwoorden. Ja, en de antwoorden die je kunt geven zijn vaak, regelmatig, soms of nooit bij allebei de vragen.
Nou, bijna iedereen heeft geantwoord. Neem je wel eens deel aan webinars? 25% zegt vaak, 25% zegt regelmatig, 42% zegt soms en 8% zegt nooit. Dus de meeste van jullie hebben al wel eens deelgenomen zelf aan een webinar. En dan organiseer je zelf wel eens webinars. Daar staat 0% vaak en 0% regelmatig, 17% soms en 83% zegt nooit. En nu was de vraag niet helemaal juist, want het was niet alleen webinars, maar ook een online meeting, zeg maar, zoals je mogelijk in je klas doet. Die had ik hier eigenlijk ook bij moeten zeggen, maar dit is goede informatie. Dan hebben we nog een poll. Kan jij die nog klaarzetten, Katrien? Ga ik doen. Voilà. Er zijn natuurlijk heel erg veel tools die je kunt gebruiken voor zowel webinars als online lesgeven. En ik ben heel benieuwd welke tools jullie gebruiken. Je kunt meerdere antwoorden aanklikken. En degene die andere zeggen, zou die in de chat willen zeggen welke tools ze daarvoor gebruiken? Dan kunnen wij dat ook meenemen in onze lijst met wat er allemaal gebruikt wordt. Nog niet iedereen heeft geantwoord, ongeveer 75%, maar het kan zijn dat je niks gebruikt. Vul dat ook maar in bij anderen. Ah, ik heb natuurlijk ondertussen al geen toestemming meer gegeven, Inge. Dus oh, oké. Okay. Ja. Nou, dan zien we dat de meeste gebruiken Zoom, 40%, 10% gebruikt WebEx, 10% gebruikt Big Blue Button, 10% GoToMeeting, 10% GoToWebinar, 20% Google Meet, niemand Vitero, 10% GoToTraining en 40% Teams en andere 50%. Maar ik neem aan dat dat dan ook betekent voor de mensen die geen tools gebruiken. En in de chat wordt gezegd Smart School, via Smart School. Ja, dat zijn de live sessies, misschien even onderbreken. Dat zijn de live sessies via Smart School. Eigenlijk is dat Big Blue Button. Oké. Okay. Nou, dan hebben we Teams wordt veel gebruikt en Zoom wordt veel gebruikt. Maar zoals je ziet, er zijn er echt ontzettend veel. En ze hebben ook allemaal andere mogelijkheden. Dat laat ik jullie dadelijk zien. En de titel is al, oei, een webinar organiseren, hoe doe je dat? Jullie moesten natuurlijk een paar weken geleden allemaal in één keer online les gaan geven. En ook dit soort tools gebruiken, zoals Teams en Zoom en zo. En ik kan me voorstellen dat dat best wel eventjes lastig was. Om te doen. Wat we nu in deze webinar gaan doen is wat tips geven over de verschillende mogelijkheden die je hebt, waar je ook eens aan kunt denken en als je zo'n webinar of zo'n online meeting organiseert met je groep. Nou, wij hebben, Katrien heeft dat wel eens vaker verteld, meegedaan aan het Future Teacher project met vier verschillende landen, vier verschillende organisaties. En iedere maand hadden wij daar een Future Teacher Talk. Misschien dat jullie daar ook wel eens aan deelgenomen hebben. En, maar die talks, die moesten we natuurlijk voorbereiden. En Katrien en ik deden dat samen voor Nederland en België. En in Engeland deden ze dat ook met een aantal mensen samen. En daar hebben ze ook een mooie overzicht van ontwikkeld. Hoe ze dat dan deden om zoiets voor te gaan bereiden. Nu kan het natuurlijk zijn dat jij gewoon in je eentje dat voor moet bereiden voor je klas. Maar dan kun je toch een aantal dingen hier uithalen die je daarvoor kunt gebruiken. Nou, de eerste fase, dat is die roze pijl. Dat is eigenlijk de voorbereiding en het klaarmaken van al je de middelen die je wil gebruiken en het plannen. Dan de blauwe, dat is alles wat je klaar moet zetten voor je systeem zelf. Want daar moet je ook aan denken. En vervolgens heb je hier het gelige, dat is het ontwikkelen. En vervolgens ga je dan ook de webinar geven en eventueel daarna nog wat activiteiten doen of eventueel ervoor. Nou, als je dan kijkt naar dit leermiddel, dit is overigens in Xetta gemaakt. Als ik klik bijvoorbeeld op hier de Final Preparation Detailed Session Plan,
Dit is in het Engels, maar onze uitleg hebben wij in het Nederlands gedaan. Dus je hebt het voorbereid, je hebt een heel plan en je kunt gaan starten met het verder voorbereiden van je webinar tool. Vervolgens ga je dus kijken van oké, wanneer moet ik het publiceren? Dit is als je echt een webinar geeft. Maar ook als je dit voor je klas doet, dan zal je een soort van schema hebben. Wanneer ze waar moeten zijn, welke links ze moeten gebruiken. En uiteindelijk ga je dan het webinar of de online sessie geven. En wat wij dan daarna deden in het Future Teacher project, was dat we daar ook een heel leerobject van maakten. Een hele module waar die video dan ook bij gebruikt kon worden. En dat deden we in deze fase. En uiteindelijk in dit grijze stuk waren we dus bezig, als we een webinar hadden gehad, om daarna te kijken, oké, wat willen we nu allemaal nog verder naar onze gebruikers, aan onze gebruikers sturen. En dit was echt voor onze webinars, maar je kunt hier dus wel het een en ander uithalen, ook voor je eigen voorbereidingen. Als je nu zo'n webinar systeem hebt, dan zijn er allerlei functies die je daar hebt. En ieder webinar tool of ieder online sessie tool is anders. Dus in Teams kun je weer andere dingen doen dan in Zoom en in BigBlueButton of in GoToTraining of GoToMeeting. Daar zijn allemaal andere functies, maar wat ik hier heb opgenoemd zijn eigenlijk de meest gangbare. En het belangrijkste is dat je, als je dit gaat doen, ja, vaak heb je er zelf geen keuze in, want dan wordt dat aangeschaft door je organisatie. Maar als je er wel een keuze in hebt, het belangrijkste is dat je eerst kijkt van wat wil ik er nou eigenlijk mee bereiken en wat wil ik ermee doen. En dan pas kijken, oké, wat voor soort tool heb ik dan nodig? Want stel dat je eigenlijk alleen maar met kleine groepjes werkt en met een stuk of zes en videobellen is genoeg. Dan is een heel webinar tool is eigenlijk schieten met een mug op een olifant. Terwijl als je groepen hebt van 100, 200, 300 mensen, ja, dan heb je echt wel een webinar tool nodig om alles te kunnen organiseren. En daar zijn dus al die tools zijn eigenlijk verschillend. Nou, in bijna ieder webinar tool kun je een poll houden of een quiz neerzetten. En wat je daar eigenlijk mee doet, is twee dingen. Je wil eigenlijk informatie zelf ophalen van, nou, wie is nu mijn doelgroep, hè? Net zoals wij hebben gedaan. Of waar werken jullie allemaal mee? Maar aan de andere kant wil je ook degene die aan de andere kant zit en zit te luisteren, activeren. Want doordat je die poll stelt of die vragen, blijven ze wel continu betrokken bij wat jij aan het vertellen bent. Ze moeten een beetje opletten, want anders komt er in één keer een vraag en dan weten ze geen antwoord op. Dus je houdt ze eigenlijk een beetje in de actieve stand. Nu is die, wat je kunt gebruiken in de webinar tools, is vaak heel beperkt. En als je echt aan de slag wil met ingewikkelde quizzes of met andere zaken, dan zul je dus bij je online sessie een andere tool moeten gebruiken. En dat kan natuurlijk ook goed, want je kunt gewoon een link erin zetten in de chat en die kun je dan aan ze geven. Zodat ze zelf ook mee kunnen doen in bijvoorbeeld een Xerte-leerobject of een H5P-module. Dus ook als je het dus wat uitgebreider wilt hebben, kun je daar dus andere tools bij gebruiken. Nou, de meeste hebben dus ook een chatfunctie. En ook die chatfunctie die wordt weer gebruikt voor verschillende doeleinden. Eén is dat de anderen ook kunnen zien wat er gevraagd wordt. Het mooie bijvoorbeeld in deze groep is, er wordt heel weinig gevraagd. Maar we hebben ook wel eens groepen waar heel veel gevraagd worden. En dan zie je dat als iemand eenmaal begint met veel vragen te stellen, dat anderen ook vragen gaan stellen. Dus het heeft een bepaald effect, kun je daarmee bereiken. En aan de andere kant krijg jij ook weer informatie van je deelnemers door vragen te stellen. En je kunt dus ook eventueel gebruik maken van hand opsteken. En dat is veel sneller dan natuurlijk iets typen in de chat. En zo kun je ook weer feedback krijgen. En dan kom ik ook weer terug op wat ik net vertelde. Ook dit is weer goed te gebruiken om je student te activeren. Want, of je deelnemer. Want je vraagt constant of ze dus iets willen doen. In plaats van dat ze alleen maar achterover gaan zitten en gaan zitten luisteren naar jou.
Nou, chatbots, dat zit eigenlijk in niet zo heel veel van de tools. Volgens mij zit het in Adobe Connect, maar dat betekent dat je in plaats van één chatruimte een paar kunt maken. En net zoals in dit voorbeeld bijvoorbeeld kun je vragen stellen aan de doglovers of aan de catlovers. Maar je zou daar verschillende onderwerpen kunnen zetten. Het voordeel hiervan is dat vooral als je hele grote groepen hebt, kun je het meer scheiden, zeg maar, wat er allemaal gebeurt. Want als dat allemaal in zo'n chat komt onder elkaar, je kunt je voorstellen, stel dat je 100 mensen in je groep hebt, dan gaat dat, zeg maar, heel hard onder elkaar door. En dan kun je het helemaal niet bijhouden. Door die chatbots kun je dat een beetje scheiden. En aan de andere kant krijg je die informatie ook dan per thema. En daar kun je dan later ook nog wat mee doen. Nou, dan de vraag of je deelnemers nou wel of niet moet laten zien dat ze erin zitten. Dat hangt er vanaf waarvoor je het gebruikt. Zoals wij het nu gebruiken, willen we toch een beetje denken aan de privacy. En gaan we niet delen wie er allemaal in zit, zodat iedereen op een veilige manier mee kan doen. Maar doe jij dit nu in je groep en kent die klas elkaar al? Of wil je juist een groep maken en wil je dat ze elkaar kennen en daardoor een veilige situatie bieden dat ze op elkaar gaan reageren? Dan zet je dat wel aan, want dan kun je ook zien wie zit erin, wie reageert er en zo. Er komt hier een hele mooie bos bloemen binnen lopen. Dat is wel mooi. Even kijken, wat er nog meer vaak wel in zit in met name de webinar tools is een whiteboard. Een whiteboard waar je dus zelf een plaatje op kunt zetten. En dan kun je dingen in aantekenen. De hoofdstad van Engeland en dat soort dingen. Maar wat je ook vaak kunt doen, is je studenten de tools geven en een vraag stellen bij een afbeelding. En dat geeft ook hele leuke effecten en weer ben je ze aan het activeren. Met een hele grote groep moet je dat natuurlijk niet doen, want dan wordt het echt heel erg rommelig. En als je dit gaat doen, moet je het ook zelf een keer goed oefenen. Want dit kan gauw een beetje chaotisch worden. Maar als je het lukt, dan is het wel een hele leuke actieve manier om ze erbij te betrekken. Nou, dan het geluid. En dit zou voor de meesten wel bekend zijn. Dat er altijd mensen zijn in de groep waar het geluid het niet doet. Of dat je je eigen geluid niet voor elkaar krijgt. Nou, het belangrijkste is, als je een webinar geeft, is dat je zorgt dat je eigen geluid goed is. En de meeste webinar tools hebben ook een test, een audiotest of test je audio controls, zoiets staat er dan meestal. En dan kun je je speaker en je microfoon even testen door te klikken op in dit geval test speaker en dan hoor je een geluidje terug. Nou, dan weet je dat hij het doet. En test je mic, dan moet je even iets zeggen en dan gaat het level gaat hier groen worden en dat ligt op. En dan weet je dat je microfoon het ook doet. Nou, doet hij het nu niet, dan kun je hier bijvoorbeeld achter zien of die wel de juiste heeft gekozen. Want stel dat jij je hebt een koptelefoon, een draadloze koptelefoon waar je mee werkt, en je hebt gewoon de audio van je computer zelf, dan staan hier al twee mogelijkheden die die kan gebruiken om die audio op te pikken. En meestal als je inlogt in de tool en jij zit bijvoorbeeld dan op dat moment al op jouw koptelefoon met jouw microfoon, dan pakt hij dat automatisch. Maar in een heel enkel geval gaat dat fout. En dan kun je dat dus bij test je computer audio kun je dat testen. En dit is nu van een bepaalde tool, maar zo'n soort functie zit in bijna iedere tool. En dit kun je dan weer tegen de deelnemers zeggen. Stel dat je een sessie hebt waar je wel wil dat ze met elkaar kunnen praten. Dan kun je dat uitleggen als het geluid het niet doet. Meestal doen we dat dan via de chat. Het kan ook voorkomen dat ze je wel horen, maar niet dat ze niet kunnen praten. En dan geef je even aan van, goh, test even je audio en kom dan in de sessie. Ja, en een andere is, moet je je video gebruiken of niet? En ook dat hangt weer af van wat je gaat doen. Zoals wij het net deden, was heel even onze video tonen en dan zodat je er wel een gezicht bij hebt en dan weer weg. En dat doen we omdat video neemt heel veel bandbreedte in gebruik. En dat gaat dan ten koste uiteindelijk van je audio. En je hebt liever audio, goede audio, dan de video's.
dat is in een sessie zoals wij nu zitten. Maar ben je aan het samenwerken met een klein groepje, dan vind je het juist wel fijn om elkaar te zien. Hè? Want dan zie je ook elkaars body language en hoe de ander reageert, gezichtsuitdrukkingen. En dat is ook wel heel fijn. Dus afhankelijk van wat je gaat doen, kies je ervoor om jezelf wel of niet te laten zien. En vooral in die grotere sessies is het niet nodig om je video echt te tonen. Dan gaat het om wat er op het scherm gebeurt. Is het wel leuk om jezelf even voor te stellen? Dat geeft toch een bepaalde persoonlijke band. Dan is het in de meeste tools mogelijk ook om het scherm te delen. Dat is wel grappig wat we nu hebben gedaan. Katrien die had net haar eigen scherm. En ik zit nu met mijn controls op haar scherm. Maar wat ze ook nog kan doen, is haar scherm, dat ik mijn scherm deel en dat zij mij dan presenter maakt, heet dat. Dat zijn allemaal mogelijkheden die in een aantal tools in ieder geval zitten. Als je nou kijkt bijvoorbeeld naar Big Blue Button, daar kun je alleen maar de ander presenter maken. En die heeft dan de controls over zijn scherm. Daar kan ik niet, zoals ik hier nu aan het doen ben, op Katrien's scherm werken. En zo is dat verschillend voor allerlei de verschillende tools. En ook dat kun je weer vinden bij, meestal heb je een knop met opties. En dan kun je dit soort instellingen allemaal maken. Als je nu begint voor het eerst met het werken met dit soort tools, kijk dan altijd eerst even in de handleiding of ga zelf even testen met wat je allemaal aan en uit kan zetten. Een heel mooi voorbeeld, en het is eigenlijk niet zo leuk, maar het is wel een mooi voorbeeld wat er een tijdje terug gebeurde, was een docent die zat in een sessie met haar klas, in Zoom in dit geval, en die had aangezet dat iedereen zijn scherm kon delen. En vervolgens is een van de studenten heeft daar een filmpje aangezet wat niet zo fraai was. En de docent wist op dat moment helemaal niet eigenlijk hoe de tool werkte. En kon ook niet die student stoppen. Want wat je het liefst natuurlijk dan doet is zorgen dat dat filmpje weggaat. En beter nog dat jij zelf kunt bepalen wie zijn scherm gedeeld wordt en van wie niet. Dus kijk daar altijd wel naar hoe dat ingesteld is. En ook dit is natuurlijk weer afhankelijk van met wat voor groep je bent. Nou, dan is het ook vaak mogelijk om gewoon files te delen. Dus gewoon bestanden eigenlijk. Lukt dat nou niet, dan kun je ook altijd een URL in de chat zetten. Waar mensen dan op kunnen klikken en die ze dan, dan kunnen ze het bestand of de module of wat dan ook openen. Probeer daar wel een korte link van te maken. Je kunt vaak URL's, die zijn vrij lang, die kun je verkorten. Er zijn toeltjes voor op internet. Want dan kun je, als mensen het niet goed kunnen zien in de chat, kun je het ook altijd even voorlezen. En dan kunnen ze toch aan de bestanden komen die jij deelde. Nou, remote control heb ik het net al over gehad. Dat is eigenlijk wat Katrien en ik nu doen. Dan hebben we de breakout rooms. Vooral als je in je groep gaat werken. Dan is het fijn om verschillende werkvormen te hebben. En wat je ook gewoon in de klas doet, is dat je in groepjes uiteen gaat. Dat je aan een bepaalde opdracht werkt. En vervolgens weer met z'n allen bij elkaar komt om bijvoorbeeld te presenteren wat je hebt gedaan. En dat soort dingen. Een groot aantal van de tools die wij net hebben genoemd, die hebben ook de mogelijkheid voor breakout rooms. En dat werkt op zich heel, heel makkelijk. Je maakt gewoon die rooms aan en je kunt, ze kunnen of zelf kiezen met wie ze gaan werken, of jij kunt dat geloof ik aangeven. Dat hangt weer af per tool. Maar op zich, die breakout rooms is weer een mooie manier om toch online te werken en met je studenten. En die zit bijvoorbeeld in Big Blue Button, in een Zoom en in GoToMeeting. En dan kun je ze allemaal gebruiken. Nou, dan, dit is één voorbeeldje van andere mogelijkheden. De dingen die ik net opnoemde, dat zijn dingen die in de meeste tools wel zitten, behalve dan de chatbots. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar Vitero, die hebben nog veel meer tools en die werken ook op een iets andere manier. Maar daar kun je bijvoorbeeld geeltjes plakken op een bord of bepaalde oefeningen maken. Dus die hebben ook nog een aantal interactieve oefeningen. En zo heeft iedere tool zijn eigen oefeningen. Dus de meeste hebben wel een poll en een chat.
Maar sommigen hebben ook meer mogelijkheden, zoals in dit geval bijvoorbeeld Vitero. Nu geven wij de webinar, maar wat we deden bij het Future Teacher project, dat deden ze vooral in Engeland, was een hele module maken van tevoren, die al naar de deelnemers sturen, zodat als ze in de webinar zelf zaten, ze echt aan de slag konden met de inhoud. En vervolgens ook daarna gebruikten zij nog allerlei tools om ook na de webinar nog contact te hebben met de deelnemers. En daar gebruikten ze mailinglijsten voor, of een forum, of Padlet, of Trisider, of Mentimeter, etc. Die tools zijn allemaal in onze webinars al aan de orde gekomen, maar daar ga ik nu niet verder op in. Maar je kunt dat ook heel goed samen gebruiken met elkaar. De vraag is, kun je zien wat studenten doen in die breakout rooms? Ja, jij kunt als beheerder, zeg maar, kun jij zelf die kamers in en uit gaan. En dan kun je ook even gaan kijken wat daar gebeurt. En dan kun je ze even meehelpen of even enthousiasmeren. Dus in de meeste breakout rooms kan dat. Nou, dit is bijvoorbeeld een tooltje wat je kunt gebruiken tijdens je webinar. Dit is weer een andere als de meeste die wij noemden. Ik ga even een link zetten in de chat. En dat is zo'n verkorte link, dus die zou ik zo kunnen voorlezen. Maar als je daar naartoe gaat, dan is de vraag, zet er eens een kreet neer. Niet meer dan 40 karakters volgens mij. Als je aan webinars deel hebt genomen, of als je het nog niet hebt gedaan, als je denkt dat je deelneemt, wat dan dingen zijn die jou betrekken bij dat webinar, die jij heel erg leuk vindt dat er gebeuren. Probeer dat eens hierin te zetten. En Katrien, dan moeten we dadelijk deze pagina verversen. Gaan we doen. Ik heb ondertussen de link ook beschikbaar gesteld voor iedereen, want je had hem enkel naar ons gezet, maar geen probleem. Ja, als je dus een webinar organiseert, moet je dus de link ter beschikking stellen van iedereen en niet alleen van de moderators. Nog een tip. Nou, wat er gaat gebeuren, is dat een soort woordenwolk, zeg maar, dat die steeds groter wordt. En er komen allemaal termen bij van dingen die het interessant maken om aan een webinar mee te doen. Bijvoorbeeld, het moet snel zijn. Ik moet het achteraf terug kunnen kijken. Het moet wel gezellig zijn. Dat vind ik trouwens een hele goede. Humor is ook erg belangrijk. Efficiënt zijn. Misschien wat muziek gebruiken. Ja, dat kan. Als je nu zelf iets gaat organiseren, dan is het ook leuk, dit leerobject krijgen jullie ook, om eens terug te kijken, goh, wat waren nou die dingen die zo interessant waren. Dat is ook wel mooi, een buitenlandse spreker. Maar ik denk sowieso een spreker. Als jij zelf een expert vraagt om eens een bepaald onderdeel uit te leggen of zo, dat maakt het allemaal steeds interessanter. En dit heet dus Answer Garden. Een pauzeknop. Ja, dat is natuurlijk in een webinar tool wel wat onhandig om de webinar op pauze te zetten. Maar ik vermoed dat er ook bedoeld wordt dat je hem even stil kunt zetten. Zodat je de telefoon op kunt nemen en dat soort dingen. Als dat het is, dat zit in de meeste tools wel. Nou, even gezien de tijd. Ga ik even hier snel doorheen. Katrien heeft een aantal van deze dingen al genoemd. Wat heel belangrijk is, wij noemen dat digitale nestwarmte. En dat betekent als iemand in zo'n online sessie komt, niet in zo'n grote zoals deze, want dat is dan toch weer anders, maar waar gewoon wat minder deelnemers zijn, is het goed om namen te noemen. Want namen, dat geeft een persoonlijk tintje. Bijvoorbeeld, je ziet dat Petra als eerste binnenkomt en dan zeg je, hallo Petra. Leuk dat je er bent en je stelt eventueel een vraag. Er wordt al een beetje gekeuveld voordat je begint.
En daardoor maak je het persoonlijker. Maar ook tijdens de sessie, iemand zet iets in de chat. Bijvoorbeeld Ingrid van Loon heeft in de chat gezet Smart School. En dan kan ik zeggen, oh ja, dat is ook een hele goede Ingrid. Daarmee maak ik het ook weer persoonlijker. De groep verzorgen. Dat betekent dat, stel dat er mensen zijn die later binnenkomen, die missen mogelijk een aantal van de links die jij al gebruikt hebt. Zet die links er dan af en toe nog een keer in of zorg dat ze op een sheet staan dat ze er altijd bij kunnen. Zorg ook dat zij, kijk, ze moeten natuurlijk op tijd komen, maar er kan altijd een reden zijn dat ze iets later komen dan jij begonnen bent. En zorg ook dat zij ook de mogelijkheid krijgen om goed mee te doen. Voor mensen die bijvoorbeeld niet bij kunnen houden, of ze gaan al naar de volgende slide voordat je klaar bent met de aantekeningen maken, neem het op en zorg dat ze later de video kunnen krijgen en de presentatie, zodat ze het nog een keer na kunnen kijken. Doen wij overigens ook, wij nemen deze sessies ook op en die kun je ook allemaal bekijken op een later moment als je wil. Als het heel druk is en er worden heel veel vragen gesteld, dan kan het ook zijn dat mensen zich genegeerd voelen of er wordt niet geantwoord. Nou, ik ga toch geen vraag meer stellen, want er wordt toch niet op geantwoord. Zorg dat je altijd even die vragen adresseert. Dus, en dat hoeft dan niet specifiek één vraag te zijn, maar het kan ook zijn, oh, er komen heel veel vragen binnen over en dan een bepaald onderwerp en daar dan antwoord op geven. Wat ook kan, is wat wij in deze webinars hebben gedaan. Op het moment dat we vragen niet kunnen beantwoorden, zorgen we dat we na de sessie ook altijd die vragen nog even beantwoorden. En omdat we hier vaak heel veel deelnemers hebben in deze webinars, zijn wij ook altijd met meerdere moderators om te zorgen dat tijdens het verhaal wat ik nu zit te houden, vragen toch beantwoord kunnen worden. En die laatste is ook wel een mooie. Het voelt vaak heel eenzaam en de sfeer kan onpersoonlijk zijn. Degene die dat misschien eens een keer deelgenomen hebben aan zo'n commerciële webinar, daar wordt het altijd uitgezet wie er allemaal zijn. En dat voelt soms, dan denk je van, hey, ik ben hier helemaal in mijn eentje. Dus het is wel goed om te laten zien dat er mensen zijn, vragen stellen en dat er activiteit is. En hier staat hij weer, het gebruik van humor is natuurlijk ook altijd goed. En dan tijdens de webinar, bijvoorbeeld die polls die we net deden. Nou, we zijn jullie een hele goede groep, dus iedereen is het aan het antwoorden. Maar het kan zijn dat je misschien 40% terugkrijgt. En dan is het ook goed om de groep weer aan te sporen. Van, hey, er zijn nog mensen die nog niet hebben gestemd. Of ik zie al hele mooie dingen, maar ik wil ook horen wat de anderen ervan vinden. Dus ga ze vooral ook aansporen om wel zo de actief te zijn en deel te nemen. En je merkt dan dat deelnemers toch wel graag daaraan mee willen doen. Dan kan er natuurlijk altijd wat fout gaan. Dat kan onbewust zijn en het kan doelbewust zijn. Nou, onbedoeld kan het zijn dat de microfoon van een open staat van meerdere mensen, dat er enorm veel herrie is. Ik weet niet of jullie het hier horen, maar op dit moment gaat hier een deur open. Er gaat een vliegtuig of een helikopter over. En dat is best wel veel geluid. In dat geval zou ik mijzelf moeten muten. Of de presentator kan iedereen muten. En het kan ook zijn dat er mensen zijn die de discussies heel erg domineren. Dus je stelt een vraag en er is altijd dezelfde die antwoord geeft. Dat gebeurt natuurlijk in je eigen klas ook. En wat je dan vaak doet is, maar nu wil ik graag van jou het antwoord horen. Of die en die heeft al een antwoord gegeven. Wat vinden de anderen daarvan? Dus dat kun je bij die onbewuste storingen van je webinars en je sessies doen. Maar dat kan natuurlijk ook doelbewust zijn. Wat ik net vertelde van die video die opgezet werd wat niet kon. Dan wil je gewoon dat je tools hebt om zo'n persoon direct te verwijderen. Of stil te zetten en uit te zetten. Dat mag dan ook best. Als iemand echt expres een webinar of een sessie verstoort, dan is het ook prima om die uit te zetten. Later bij die persoon, als je die kent, even op terug te komen en wat regels vast te stellen. Natuurlijk kun je ook het beste al regels vaststellen van tevoren. Vooral bij groepen die wat minder handig zijn in dit soort dingen.
Nou, dit ga ik niet laten zien, maar dit is een mooi voorbeeld van iemand die heel snel een module in elkaar heeft gezet voor zijn webinar. En wat hij doet is gewoon wat slides, die zijn redelijk simpel. En hij stelt gewoon een vraag en een respons in de chatbox, please. En het is gewoon leuk om deze keer door te kijken. Simpele manier te maken, gewoon met PowerPoint. Deze heeft hij in SlideShare gezet. En zo geeft hij zijn webinar. Katrien, dat was mijn verhaal. Ik ga het weer overgeven aan jou. Oké, Inge. Dan ga ik ook proberen de muis terug te krijgen. En ik zet mijn geluid uit. Van de oude herrie hier. Oké. We hebben heel wat informatie nu gegeven over enerzijds het COI-model, anderzijds over hoe organiseer je webinars. Inge heeft er ook al een aantal keer naar verwezen. Wij hebben uiteraard veel meer informatie dan tijdens dit uurtje aan bod is gekomen. En dat vind je allemaal terug op futureteacher.eu, waarbij we vertrokken zijn van het EGCOMP-EDU-framework van de Europese Commissie met 22 competenties, waaraan de leraar zou moeten voldoen op vlak van ICT. Dan kan je de intake-toets doornemen, een studieadvies krijgen en vervolgens de online modules gaan doorlopen rond allerlei thema's, waaronder dus ook online leren wat werkt, of design online leren, geschikte beoordelingen. We hebben daar een aantal opgesomd, maar het zijn er in totaal 19. Je kan ook elke module apart vinden op Klassement, zodanig dat je zegt van, ik wil eens meer weten over bijvoorbeeld Flip in the Classroom, welke tools kan je daarvoor inzetten, dan kan je het gewoon op Klassement vinden. Maar binnen het hele leertraject vind je het op futureteacher.eu. Aanmelden, registreren en dan kan je, de thermometer is de vragenlijst, de kompas, het gele icoontje is dan de leerroute, de individuele leerroute en het wegwijzertje is de journeys of de online modules. Het is op individueel niveau, dus het kan via Future Teacher niet op organisatie- of schoolniveau. Daarvoor kan je wel terecht voor Nederland bij Inge of voor Vlaanderen bij mezelf, dus bij Toolnet. Dan kunnen we dat ook organiseren op organisatie- of schoolniveau, zodat er ook een schoolbeeld of een organisatiebeeld wordt gemaakt voor een professionaliseringsplan op te maken. Dus dat is het verschil een beetje. Klassement is gewoon doorlopen van modules, Future Teacher, individueel leertraject en via ons een traject op maat eigenlijk van de school of de organisatie.